Van IJsland kwamen. Laten we gaan kijken naar de beelden van die wedstrijd. Uit de eerste ronde. Dat was, even kijken, wie is dit? Dit is Ove. Ja. Dat was de 1-0 meteen. Ik geloof, Ove, dat je ook de 2-0 maakte. Ja. Nou, ja. Ja, dat was Romeijn. Ja. Dat was Piet Romeijn. Dan gaat Koen in een 1-2 met Van Hanegem. Ja. Of met Van Hanegem. Het werd heel snel 7-0. Ontzettend snel 7-0. Wie is deze? Henk Wery. Wat zeg je, Rinus? Henk Wery. Ja. Henk Wery. Van Hanegem. Over. Willem van Hanegem weer. Ruud Geels was daarbij. Ruud Geels, ja, die was topscorer in deze wedstrijd. Maakte er 4. Ja. En jij maakte er 3 over. Het is weer Wery. Ze dekte helemaal niet. Ze dekte helemaal niet mee. Van Hanegem en Geels, komt hem binnen. Verbeelden jij die tegenstanders serieus waren geweest, hadden we nooit zo ver gekomen. Het zou uiteindelijk 12-2 worden. Even kijken, goed kijken. Is dit Geels weer, hè? Ja. Ja. 10-0 was het. En toen scoorden die IJslanders, jullie lieten het een beetje lopen. 2 keer tegen. Dit is een hele mooie goal trouwens. Ja, dat is goed op en zo. Eddy Treitel stond op doel. Er waren, als ik het goed heb, 64.000 mensen bij die wedstrijd. Of? Het was zwak middenveld, is vaak zwak achterhoor toe. Maar wacht even, voor een wedstrijd tegen een IJslandse ploeg, 64.000 mensen in de Kuip. Ja. Volgens mij hebben we de tweede wedstrijd ook thuis gespeeld. Ja. De tweede wedstrijd speelden jullie ook thuis. Even kijken, hier wordt het geloof ik 11-2 en dan nog 12-2 door een doelpunt van Geels. Ja. Ja. 12-2, ja. Die wedstrijd werd in Rotterdam gespeeld en omdat er op IJsland niet zoveel belangstelling was voor het duel, onbegrijpelijke reden.